Phoebe komt er uiteindelijk voor uit dat ze op meisjes valt. Maak me over een uurtje maar wakker. Ik val namelijk zelf ook op meisjes. Zou ze dit zeggen omdat ze een goed cijfer wilt? Het is hartstikke dapper wat Stine hier aan de klas vertelt. Ik ben er zelf pas kort geleden voor uitgekomen dat ik op mannen val. Ja, ik ook. Zeker als ik word gezoend en zo. Want zo goed was ze niet. En de elf was niet eens verstaanbaar. Dus die hele school hangt al voor me. Ik wil niet dat op deze school leerlingen zo doen, zei hij. Paarse vrijdag. Broers en zussen dag, opa en oma dag. Ik verzin het niet, hè? De dag van de asperge. Homo dag. Of woensdag. Hey, vorig jaar deed Selena Gomez er ook aan mee. Alleen omdat ze lesbisch is? Het is paarse vrijdag. Ik dacht dat je het maar heel suf vond. Helemaal niet! Nou, zitten jullie hier nou met glitter? Kom op zeg, op de wc, nu. Ik denk dat ik vandaag uit de kast wil komen. Ben je lesbisch? Dat het besmettelijk is of zo. Wat is dat? Het is de Gay Straight Alliance. Maar ik heb wel iets tegen te veel werkdruk. Mooi, want jij gaat me daarbij helpen. Ik had nog nooit gezoend. Dat was echt super raar. En dan hebben we hier Ebru. Wil graag dat iedereen even om de beurt vertelt waarom je onderdeel wil zijn van de GSA. Omdat ik werd gevraagd natuurlijk. Dankjewel. Ja. Ik vind pesten gewoon niet leuk. Ik hoop alleen niet dat het superveel werk wordt en zo. Want we moesten meteen al gaan brainstormen over acties. Maar ook wel bizar dat er nog leerlingen zijn die anderen pesten omdat ze niet straight zijn. Hoe treurig ben je dan? Who is you?